Ik probeer wel allerlei dingen van te standen in de wereld en kinderen iets uit te leggen. Het is opvoedkundig. Dat bedoelt. Aantonen waar dat ding zit. Ja. Sommige kinderen weten niet hoe het eruit zit. En we hebben ook plattegrond bij gedaan. Ja. Ja. Plattegrond zit er ook bij. Zodat je weet wat waar zit. Ja. Er staan ook toneelstukjes. Ja. Hoezo, ja? Ja, er staan toneelstukjes in, ja. En die zijn ook echt om door kinderen te spelen? Ja, er zit ook hoorspel in. En het hoorspel kan je doen als je te lelijk bent om toneelstukjes te spelen. Maar hoe weet je nou of je te lelijk bent om een toneelstukje te spelen? Moet je voor de spiegel gaan staan met een oude krant en een foto van een bekende Nederlander. En als je nou op die oude krant lijkt, dan ben je lelijk genoeg. En als je op die bekende Nederlander, dan kan je carrière maken bij de hoorspelkern. Ja, dan hoeft het dus niet op de televisie. Nou spelen jullie, en ook dat staat in dit boek, ook allerlei andere figuren. Ik heb hier bijvoorbeeld Bea Hoffman. En als Aarsman zit er toevallig onder de tafel. Wie? Bea wie? Bea. Die zit onder de tafel? Ja, Aarsman, ga ze even halen. Aarsman. Ja, daar. Wie zijn jullie nu? Ik ben Bea Hoffman. En ik ben Hans Aarsma. En jullie hebben nu ook meteen een heel ander karakter gekregen? Nee, gewoon door. Nou, een ander karakter dan Theo en Thea. Wij zijn nou niet Theo en Thea, die zitten nu aan de tafel. Oh ja. Maar wat zijn jullie dan voor... Wij zijn ex-buurvrouwen. Wij hebben samen op het Batavierenplatsoen. Dat is zo'n gebouwd. Ja. En toen? Maar Ans is verhuisd, want er kwam een enorme geur uit haar hoedenplank. Ja. En bleek dat naast haar een illegaal mosselenrestaurant was begonnen. Daar heb ik de consumentenman op afgestuurd. En die dat staat ook in het boek. Dat staat helemaal in het boek. Ja. Beschreven hoe dat en ging. En uitgevonden. Als Ans en Bea. Jullie gaan ook een lied nu. Ja, we hebben een nummer ingezongen op de plaat. Gerijmd, bij elkaar gerijmd. Ja, bij elkaar gerijmd. Zelf gemaakt? Ja. 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 En dat willen we nu graag tegenhoren brengen. Ik ga gerust je gang. Ja? Denk je dat het kan? Ik denk dat het kan. Oké. Goed. Ja. Nou meid, zet hem op. Jouw test. Ja. Lekker spiek, lief, hierbij. Twee jonge mensen van het concertpodium. Achter live in de lucht. Dit is niet op de koekenpanfluit, maar op piano, Patty Trossel. En hebben we daarnaast op de gitaar Rick Hansen, mij noemt ze liever Rick Vogelschrik. Ja. Oké, Hans, ben je klaar? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ben ik klaar voor. Komt-ie. Hans begint. Ik ben Hans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Dat is Hans. Dat is gewoon een feit. En we zingen met elkaar over de problemen met ons haar. Ik ben mijn brillenkoker kwijt. Ja, van voren heet ik Bea Hoffman, komt er achteraan. Hoffman, 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 Hoffman. En een ui is geen banaan. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Dat is Ans. Zeg B, heb jij stier? Ja, een putje op mijn dijen, droge lippen bij het vrije heus. Het leven valt niet mee, Ans. Ja, en ik heet Ans van voren. Dan krijg je ijzer, maar ik heb met mijn been haar afgeschoren. Ben dol op bruine vla. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Ik ben Ans. De gootsteen is verstopt. En de plopper is Parijs, maar zijn jaren in mijn thuis. En het zitbad moet gesopt. Ik zie het ook niet meer zo zitten en de koffie is zo duur. In mijn hoofddoek zit een mot, heb geen garage, maar een schuur. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Dat is Ans. Het is mij dat je het weet. En de boiler is zo in de haren en het weer rond kent veel.
knollop. Was laatst aan het gaan, lang verbreekt de keukentrap in twee. Nou, dat was me vele klappen in mijn lipje. Nou, een modulatiesnee. Hé, hey, Ant, wie zit er daar nou in de hoek zo zwaar gearmd? Oké, dat is Frits Bom. Hij heeft een hoofddoek om. Ja, dat zie ik ook wel, maar wie zit daar nou naast? Oh, wat leuk, dat is Jaap van Meekeren met een puntmuts om. Zeker jarig dan. Zal wel, ja. Ik ben Ans. En ik ben Bea. En ik ben Bea. Het is Ans. Benidorm is laatst in Benidorm. Ik kwam leeg en scheten terug met de vellen op mijn rug. Want die zon die was enorm. Ja, verkeering. Ik had laatste week verkeering met de zeeman, die was kok. Hij zei ik ruik zure bommen, maar die geur kwam uit mijn rok. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Dat is Ans. Zeg Ans, ja? Heb je vaker chance? Ja, van de buurman op de hoek, maar die heeft een lul van peperkoek. Dus die maakt bij mij geen kans. Wat laatst met een kindje net, checkte de bruid uit in de grill. Kat met thee verschroeide wangen en een ander mondje bril. Ik ben Ans. En ik ben Bea. Dat is Bea. Ik ben Ans. Ziezo, nou dat was dat. Ons leven lijkt best al een straf, maar we zingen het van ons af. En dan hebben wij net weer gehad. Ziezo, dat was dat. Ga je mee naar de stad? Ja, vertel wat.